Het 8 december strafproces wordt op 9 februari voortgezet. Op die dag zal de auditeur militair Roy Elgin mogelijk zijn requisitoor houden. In de samenleving wordt er heel veel gespeculeerd rond deze zaak. President Desi Bouterse, die de hoofdverdachte is in het 8 december proces, zegt dat er veel inconsequente zaken plaatsvinden in dit proces. Dit zei hij gisteren op de persconferentie na de beëdiging van de ministers. Hoewel volgens Bouterse zijn advocaten met deze zaak bezig zijn, wilde hij toch enig licht op deze kwestie laten schijnen. Volgens hem was er een jaar geleden namelijk een heleboel barbarie rond deze zaak. Hetgeen benadrukt hoe consequent dan wel inconsequent we zijn, zegt Bouterse. De zaak ging voor de grondwet, waar iedereen gezworen heeft. En dat zeiden we, het is dezelfde grondwet. We hebben de rechters, dat zijn dezelfde rechters. Dat zijn dezelfde advocaten. Dat zijn dezelfde processtukken. Maar het had er enige schijn van dat de zaak niet zou lopen zoals sommige mensen dachten dat het zou lopen. En toen was er geen rechtsstaat. Er is geen rechtsstaat in dit land. Habababababab. De zaak gaat voor. Het is hetzelfde. Onzezelfde grondwet. Dezelfde minister. Rechters. Dezelfde advocaten. Het is dezelfde openbare werken. OM. Dat openbaar werken, openbaar ministerie, het zijn dezelfde stukken. En het leek alsof de uitslag in de richting gaat, juist de andere kant op. En toen was het, macht staat doorbroken, macht staat doorbroken, de rechtsstaat zegevierd. De negende gaat het weer dezelfde grondwet zijn, het gaat weer dezelfde rechter zijn. Het gaat weer dezelfde OM zijn. Het gaat weer dezelfde processtukken zijn. Het gaat weer dezelfde OM zijn. Mocht het zijn dat het weer de andere kant uitgaat, hoop ik niet dat u gaat schreeuwen. Recht staat weer verbroken, het is machtsstaat geworden. Laat die mensen hun dingen doen. En laten we ons niet zo in de kaarten kijken om wat u eigenlijk wil. Dat zou moeten gebeuren. Het staatshoofd ging ook in op de onderhandelingen met de Bond van Leraren, de BVL, en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname, ALS. Volgens de president was het de FOLS onder leiding van Marcelino Nerkust, die het onderhandelingsteam op het hart heeft gedrukt, er alles aan te doen om een oplossing te bewerkstelligen, omdat er veel onrust zou ontstaan. Het team heeft zich terug moeten trekken, ze weer gaan herberekenen, minister Financiën kwam om de hoek. En uiteindelijk voor die compensatie, ik zeg minister, als we het kunnen trekken, dan zullen we het initiatief van FOLS overnemen. En dan maar dan is het absoluut Moronode 500. Ik vind, waarom ik zeg, ik vind het jammer, omdat dit heel makkelijk, terwijl we aan tafel zaten, had dit heel makkelijk besproken kunnen worden. Maar ik merk toch wel een zekere mate van andere agenda. Omdat de kinderen rustig naar school hadden kunnen gaan, terwijl wij, zoals vaker hier, uren en uren en uren en uren zitten te praten. Maar het is duidelijk, men wil geen oplossing. Men wil geen oplossing. Volgens president Bouterse zal de regering er alles aan doen om de zaken die zijn afgesproken na te komen. Hiermee wil de regering voorkomen dat er weer djugu-djugu en chaos ontstaat. Bouterse hield de aanwezige pers voor dat voor het afronden van de gesprekken er informatie verkregen moet worden en volgens hem is die informatie zeer gebrekkig. Een terugblik leert dat de leerlingen over de afgelopen 15 dagen voor niemendaal zijn gedupeerd.